Koud hè, Richard? Heerlijk hè, mooie Hollandse winterweer. En dat is weer helemaal terug van weg geweest, alweer het tweede seizoen achter elkaar. Kamerleden die een klimaattop bezoeken in Cancún. Ja, de eerste in de maand hè, dus ik denk dat iedereen wel een kleurtje kan gebruiken. Ja, ik ben vorig jaar, ik zat toen nieuw in dat dossier, ben ik meegegaan naar Kopenhagen. Ik wilde dat toch eens meemaken. Nou, het was één doffe ellende van mensen die doem en verderf prediken over de wereld. Nou, wij zien toch wat anders. Ja, en we hebben helemaal geen invloed daar. We werden vorig jaar iedere keer keurig netjes breien gebriefd door minister Kramer. Dit geintje van nu gaat geloof ik een ton kosten. En die mensen hebben daar helemaal niets te doen. Een beetje meehuilen met verklede ijsberen daar. En dat is het dan. En dat is een beetje zonde voor een ton. Ze vliegen geloof ik met airline deluxe daar naartoe. En als ze de urgentie zo hoog was, dan hadden ze natuurlijk ook veel eerder een vliegticket kunnen boeken. Want dan heb je natuurlijk kans dat die tickets een stuk goedkoper zijn. Mijn broertje is getrouwd met een Mexicaanse en die boekt altijd ruim van tevoren een ticket. Want dan kan je voor €600 vliegen. Ik geloof dat de delegatie nou voor €3000 de man vliegt. Ja, slimheid ontbreekt ook nog eens een keer. Je loopt daar een beetje verdwaasd rond in een megahal, een soort jaarbeurs. En de feitelijke besluitvorming vindt dan natuurlijk plaats in allerlei achterkamertjes waar Obama en Lula en de premier van China, zeg maar, zaken zitten doen. Nou begreep ik dat ze in Cancún 1 briefing per dag hebben. Hoe denk jij dat Marianne Thieme haar rest van de dag invult daar? Nou, waarschijnlijk met het opzoeken van soortgenoten die allemaal één ding doen. En dat is vreselijk jammer over het klimaat. Ja, met die opwarming wil het al 10 jaar niet vlotten. In 1998 werd het een stukje warmer vanwege zo'n El Niño. Ja, en sindsdien is het gewoon aan het afkoelen. Ja, je merkt het hier in grote delen van West-Europa. Maar vorig jaar ook in de Verenigde Staten waar koude records achter elkaar werden verbroken. Dus ik denk, ja, pak je skis en gebruik je tijd nuttig.